Eigenlijk van deze partij. En dat ten alle tijden, dus dat heeft eigenlijk niets met jeugd te maken, gaat veiligheid van de vechter altijd boven het sportieve in ieder geval. En op het moment dat het niveauverschil te groot is, dan kan er worden ingegrepen door de arbitrage. En dat gebeurt in deze ook wel eens zeer terecht om de vechter in kwestie te beschermen. Dus eerst een heel grote applaus, jongens, voor deze mensen die hier in de ring staan. Dat zijn Carlos en Danny. En de winnaar van deze prijs is de jongeman vanuit de blauwe hoek, Carlos Zola. En natuurlijk ook een groot applaus en heel veel waardering voor zijn tegenstander die we toch maar even daar staan hier in Barcelona.